De Nederlandse handelsvloot heeft in de jaren 1940 tot 1945 een belangrijk aandeel gehad in de geallieerde overwinning. Onze schepen vervoerden troepen, wapens, grondstoffen en levensmiddelen. 1,5 miljoen bruto registerton, bijna de helft van de totale Nederlandse koopvaardijvloot, ging verloren. 3000 opvarenden kwamen daarbij om het leven. In Rotterdam zijn nu de ontwerpen tentoongesteld voor een nationaal monument voor de koopvaardij dat aan dit grote offer voor onze vrijheid zal herinneren. In abstracte voorstellingen hebben de ontwerpers het werk en de offers van onze koopvaardij willen symboliseren. De jury heeft 3 ontwerpen uitverkoren. Het ontwerp van de beeldhouwer Cousin en het ontwerp van de Amsterdamse kunstenaar Carrasso dat het motto draagt Boeg. Bekroond werd het ontwerp Ruggengraat van de beeldhouwer Reijers dat een met de ondergang bedreigd, maar niet verloren schip met lading moet voorstellen. Ziet u wel? Op het